We gaan de actuele situatie even doornemen in Oekraïne. Geert-Jan, we kijken naar de kaart. Ja. Zijn er vorderingen geweest? Er is weer wat van het Oekraïense grondgebied afgeknabbeld. En met name het zuidelijk front. Dus dat is alles boven de Krim en rond de zee van Azov. Dat is waar het volgens mij het meest voorspoedig nu gaat vanuit Russisch perspectief. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken dat het wel een soort tussenfase is. Heeft ook te maken met de humanitaire corridors die nu zijn geopperd vanuit de grote steden. Dus Rusland heeft gezegd van nou, Kiev, Kharkov, Mariupol, Sumy. Als mensen daar vandaan willen vertrekken, dan mag dat, dan kan dat. Dan geven we een vrije doorgang. Tegelijkertijd leiden die corridors dan op dit moment bijna alleen maar naar Rusland en Belarus. En zegt dus de regering van Oekraïne, dit is een fuik, doe dit niet. Ja, tegelijkertijd zijn er weer onderhandelingen. Voor mijn gevoel, ik weet niet hoe Bernard ernaar kijkt, is het weer een dag die ja, niet heel bijzonder is. Klinkt een beetje raar natuurlijk om dat zo te zeggen. Vind jij dat ook, Bernard? Ja, nou, de grote deconfituur is natuurlijk opnieuw voor de derde keer achter elkaar die corridors. Mm-hmm. Eerst waren ze er niet, toen bleken ze vol mijnen te liggen en nu leiden ze naar Rusland. Dus echt opwekkend verloopt dat verhaal niet. Maar wat natuurlijk zorgelijk is dat dat de opmars is naar de volgende stadium. Omdat de Russen als redenering hebben, kijk, wij zijn buitengewoon humaan. We laten iedereen die weg wil weggaan. Mm-hmm. En of dat nu echt kan of ook gebeurt, dat kan ze volgens mij niet meer zoveel schelen. Op een bepaald moment zeggen ze, nu is het klaar. Ja. Ja, en dan komen de bombardementen. En dat is waar we allemaal echt heel erg bang voor zijn. Hoe bedoel je, dan komen de bombardementen? Wordt dat nu al gebombardeerd? Ja, iedereen mocht toch weg? Jawel, maar dan kunnen ze gewoon zo'n stad plat bombarderen als ze willen. Dus het scenario dat ook in Aleppo is gebruikt, in Grozny is gebruikt. Mm-hmm. Daar zijn heel veel mensen bang voor. Ik ook een beetje, omdat ik echt denk dat dat zou kunnen. Dan hebben we de verklaring die Rusland heeft afgelegd en zegt, jongens, het is allemaal heel simpel. Als Oekraïne nou gewoon officieel verklaart dat de Krim van Rusland is, en officieel verklaart dat die twee, dat Donetsk en Luhansk, dat onafhankelijke staten zijn, dan is, wat ons betreft, is de zaak geregeld. Ja, zijn dat de nieuwste eisen van Rusland? Volgens mij herhalen ze die elke dag. Ja, op één ding na, en dat is belangrijk, Bernard, dat ze wel blijven zeggen dat ze Oekraïne willen demilitariseren. Ja, dat is waar. Dat is inderdaad mijn volgende vraag, want ik hoor ook steeds zeggen dat ze Zelensky weg willen hebben. Ja, natuurlijk. En dat blijft. En in de grondwet moet worden vastgelegd dat het nooit lid zal worden van een blok. Oké. En dat zijn de dingen. Nou, het moet worden gedemilitariseerd. In gewoon Nederland zeggen we, dat betekent dat ze eisen dat ze capituleren. Ja, zo simpel is. En dat het gewoon een zwak, armoedig buurland wordt. Maar alles wat nu ingenomen is door Rusland, dat krijgt Oekraïne dan wel weer terug. Zoals Mariupol bijvoorbeeld en alle andere, zo de hele kuststrook eigenlijk. Mariupol zou ik niet op rekenen. Nee. Maar dat is, als ik de nieuwste eisen van Bernard zo hoor, dan valt het er niet onder. Ik zou zeggen, wat we helemaal aan het begin van de oorlog zeiden, dat uit wat ze nu zeggen, blijkt dat het gebied ten westen van, laten we zeggen, die zuidelijke streek waar zoveel waar die steden nu liggen. Dus ten westen van Luhansk en Donetsk. Mm-hmm. Dat ze dat allemaal niet zo verschrikkelijk veel kan schelen. En dat zeggen ze ook in dat statement. Ze zijn er niet op uit om dat land verder in te nemen of te bezetten. Als ik het een heel klein beetje breder uitleg, demilitariseren, dat betekent dus een land zwak maken op militair gebied. Rusland wil eigenlijk dat Oekraïne zwak is in alle facetten. Dus dat ze dan zeggen van ja, we zijn er niet op uit om Oekraïne te bezetten, mm-hmm, kan je dubbel interpreteren. Want ze zijn nu enorm bezig aan die zuidkust. Hè? Ja. En die zou kunnen doorlopen tot aan Odessa en Moldavië. Mm-hmm. Als ze dan alle zeegrenzen bezetten, mm-hmm, of in ieder geval daar controle over hebben, en Oekraïne dat niet meer heeft, dan is Oekraïne wat betreft de vloot gedemilitariseerd. Ah, op die manier. En zo kun je vanuit Russisch perspectief alles op een bepaalde manier plaatsen. Dat is wel een interessante toevoeging. Nou ja, en heren, het is natuurlijk goed dat die duiding er is, en daarom zitten jullie er ook. Ik betrap mezelf erop dat dit volgens mij geen nieuwe eisen, zei Bernard, zoals jij terecht zei. Dit roepen ze al sinds het uitbreken en daarvoor eigenlijk ook. Alleen nu klinkt het toch bijna alsof je denkt, oh, maar stel nu dat ze dat dan maar even zouden doen, dan zijn we hier dus, en zij, Oekraïne, dan zijn we dus van die oorlog af. Dus kortom, in een week militaire druk, pressie en intimidatie van Rusland zorgt ervoor dat het nu net lijkt alsof dit eigenlijk eisen zijn. Hebben we deze eisen überhaupt kans van slagen? Nou, ik heb een pessimistisch antwoord, als ik het zo mag formuleren. Nee, want Oekraïne zal dit niet accepteren en zich blijven verzetten en blijven opkomen voor het recht van een onafhankelijke vrije staat met eigen keuzes. Mm-hmm. Maar ze gaan het afleggen. Dus als je over een wat langere termijn denkt, dus niet in dagen, maar in weken of zo, misschien in maanden, dan wordt naar mijn idee gerealiseerd wat we nu net hebben besproken. En we kunnen er verder uiteindelijk niks aan doen. Intussen proberen er wel een hoop mensen er wat aan te doen. Er wordt van alles bemiddeld en onderhandeld. Laten we beginnen met de derde ronde onderhandelingen. Die is nu bezig, hè, Geert Jan? Hoe verlopen die? Weten we daar al iets van? Is er iets naar buiten gekomen of dat nog niet? Nee, en ik denk dat het ook niet heel erg bijzonder zal zijn. Het gaat over die humanitaire corridors. Dat is bij ronde 2 afgesproken. Nou, we zien vandaag dat dat niet werkt. Dus dan zal het nog een keer te tafel komen. Oké, dan Turkije gaat bemiddelen. Donderdag is dat voor het eerst. Dan komen de ministers van Buitenlandse Zaken, als ik het goed heb, van Rusland en Oekraïne. Die komen naar Antalya. Ja, gaat dat verschil maken? Niet om te badderen. Nou ja, kijk, laten we wel wezen. Het is voor het eerst dat op dat niveau, en dat kan Bernard beter uitleggen, op zo'n hoog diplomatiek niveau met elkaar gesproken wordt sinds de oorlog is begonnen. En ik denk dat dat een lichtpuntje is. Maar ze geven allebei aan, ja, er moet wel wat te bespreken zijn. En het is nog geen donderdag, dus een van de twee kan ook nog altijd zeggen, we komen toch niet opdagen. Nee, maar laten we nou eens aannemen dat ze het wel doen. Dan krijg je weer een herhaling van zetten, alleen op hoger niveau. En Geert-Jan heeft gelijk, dat is belangrijk. Want de ministers van Buitenlandse Zaken zijn allebei ongeschikt aan hun staatshoofden en bazen. Maar toch kun je zeggen, veel hoger kun je niet. En Lavrov heeft al een aantal keren, vind ik, in behoorlijk duidelijke taal gezegd waar we het net over hadden. Dit zijn onze eisen. Als ze dat nou maar gewoon doen, zijn we eruit. Dus ik denk dat hij weer met datzelfde verhaal komt, maar het legt net weer wat meer gewicht in de schaal. En dan is het maar de vraag hoe krachtig de Oekraïners zich daartegen kunnen blijven verzetten. Mijn grote zorg is dat ze uiteindelijk niet veel kunnen. En er zijn al maar toezeggingen voor hulp en voor meer wapens en voor politieke steun. Ja. Maar ja, dat moet dan, zou ik zeggen, binnen een paar uur ter plaatse zijn. Anders heeft het helemaal geen zin meer. En je begon zo positief in je betoog net. Je begon zo van, nou, het is een lichtpuntje. Het is zeker een lichtpuntje, ja. Nee, maar ik kan er nog wel ver weg, het lichtpuntje. Ik kan er wel weer een lichtpuntje in potentie van maken. Dat is, we weten niet hoe snel die sancties tegen Rusland effect hebben. Mm-hmm. We weten niet hoe lang Oekraïners het volhouden. Je hebt het echt over twee taaie volken die elkaar nu aan het afslachten zijn. Ja. De uitkomst zal zijn, waarschijnlijk, Kiev zal vallen. De vraag is alleen met welke winst uiteindelijk voor Rusland. En daar zitten nog veel onzekere factoren in. Intussen zijn op dit moment Trudeau, Rutte en Johnson, een interessant trio, verwikkeld in een persconferentie. Zijn ze op dit moment mee bezig? Dat is voor ons vrij ingewikkeld om te volgen hier in de studio. Verwikkeld in een persconferentie? Ja, zo van, wie mag de camera nu? Het is maandag. Wat kunnen zij nog doen? Ze hebben het over sancties. Ik zie dat. Ik volg het eventjes via Reuters, via de Wires. Daar zegt Mark Rutte, ja, we moeten er wel voor zorgen dat die sancties niet heel veel invloed gaan hebben op de energievoorziening in Europa. Dat soort dingen worden er gezegd. Hij zegt ook, onze energieafhankelijkheid van Rusland moet flink worden verminderd. Dan heeft hij dus een persconferentie om dat te zeggen. Ja, hij zegt ook tegelijkertijd, dat gaat even duren. Ja. Dus ja, wat is nou niks nieuws, toch? Ja. Nee, is ook niks nieuws. Maar kijk, al die statements van westerse mogendheden, dit zijn de drie belangrijke. Nederland is niet zo groot, maar het gaat om de componenten in de NAVO. Hè. Dat is het vasteland van Europa, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Die zijn in deze persconferentie vertegenwoordigd. En het doet er niet zoveel toe of dat Rutte is of Macron. Macron zou wat meer indruk maken. Maar het gaat erom dat er iemand van dat vasteland bij is die allemaal hetzelfde zeggen. Namelijk, wij laten Oekraïne niet vallen, maar ze komen met oplossingen waar overal de twijfel afdruipt. Zoals de afhankelijkheid van energie. We blijven het volgen. Bernard en Geert-Jan, voor nu. Dankjewel.